Als je jong bent, kun je alles doen. So guys, go do it. Deze TEDx Youth is nu geopend. When I came there, I was like, how can I think that I have no opportunities? Op het moment dat je het kan bedenken en je wilt iets doen, moet je het ook gaan doen. Je moet je angst aan de kant zetten. So I decided to face my biggest fear. I have a tarantula this big walk over my hand. Maar ik heb wel invloed en ik heb wel besloten om die invloed, zeg maar, positief te gebruiken. Today I want to ask you one thing. To re-evaluate your life as it is today. After high school, knowing that I'm not good with academics, you think what, I'm just gonna sit down and tell myself I'm stupid and not do anything and take drugs? Of course, I did. Ze zullen luisteren. Je bent van waarde, echt. Wat ze ook zeggen, blijf wie je bent. Ik wil mijn verhaal delen en ik wil vooral de jeugd inspireren en aanmoedigen om te doen of wat zij willen doen. Dat er steeds meer gebouwen in grote steden worden ontworpen om juist terug te keren tot jezelf en tot die menselijke schaal. Dit zijn mijn oude kiksen. Jammer genoeg pas ik ze niet meer. Hoe vet zou het zijn als mijn nieuwe kiksen van duurzamere materialen worden gemaakt? Met mijn moeder een jurk ontworpen voor de Tweede Kamerlid. Die is gedragen op Prinsjesdag. First thing that I've learned is that talking about your feelings gives you freedom. Ik kan me niet voorstellen dat ik elke dag een baan zou moeten draaien en mijn leven zou leiden en daar verder niks speciaals aan doen voor andere mensen. Once you know what you're capable of and what you're not, and then you know how much shit you can take. It made me realize that I don't want anyone in my power or in my environment to experience the same thing I've been through. And if you do it fast, you have. Ik heb wel eens op de middelbare school, als ik dan een meisje leuk vond, heb ik wel eens gefantaseerd dat, nee, niet dat.